Eerst prio 1 melden van vandaag. Een awesome. Goed, alsjeblieft prio 1. Oftewel een brandstichter. Staan blijven. Een bericht voor alle wagens. Schoten gelost. Dekking zoeken, dekking zoeken, dekking zoeken, dekking zoeken. Oh. Politie, je bent aangehouden. Bij elke verdachte beweging wordt er onmiddellijk geschoten. Mijn collega gaat naar je toe. Hallo mensen, jullie kennen deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD voor en more. En vandaag ga ik een part met deze oldtimer Volvo V50. Gemaakt door een lid van Team MOH. Ik weet eigenlijk niet wat zijn eigen... Of hij zelf een kanaal heeft, komt in beeld. Dat ga ik hem dadelijk even navragen. In ieder geval, ja, de Volvo V50, lang al uit dienst. De lichtbalk die erop staat was geloof ik een test. Is zo te zien nooit erdoor gekomen, want ik heb ze wel eens op een Camaro voertuig gezien. Maar voor de rest nergens anders op. We hebben stop, we hebben oranje en we hebben fel zoeklicht. Nou, voor de rest gewoon sirene. Wij gaan lekker de straat op. Yes, en geen bijzonderheden om te melden tijdens deze dienst. Recht voor mij staat een zieke auto. Ah, die hebben jullie al eens gezien natuurlijk. Maar nu nog een keer een Volvo XC90. Super vet. Staat op de cavalcade plek, ik weet niet wat het, hoe je het uitspreekt. Ik ga het volgende kenteken. Die is dus wel vet. 88 MyVolXC851. Hij slingert wel een beetje, dus dat is eigenlijk een mooie toch een mooie gelegenheid om hem even aan de kant te zetten. Ja, tuurlijk. Ja, samen met politie stop gaat ook politie volgen aan. Oh, ik moet natuurlijk wel nog even blauw aanzetten. Het doet een beetje raar. Ik weet niet wat hij gaat doen. Nu staat het op volgen. Nu volgt hij ook. Wat is hier een handje? Mooi toch? Er waren geen bijzonderheden bij het controleren van het kenteken, dus dat is goed. Hallo. Hey. Radio aan de kant zet, is het slingeren over de weg. Ik weet niet of je met de telefoon bezig was, heb je niet gezien, dus dat is uw geluk. Of dat u iets heeft gedronken of drugs heeft gebruikt. Ik wil in ieder geval even een rijbewijs van u zien. Oké, en heeft hij iets gedronken? Nee. Heeft hij drugs gehad? Wat boeit dat jou? Nou, oké. U mag in ieder geval even blazen voor mij. Daarna gaan we nog een speekseltest afnemen. Mooie auto heeft hij, dat wel. Oké, maar gewoon nog even speekseltest. En ondertussen gaat de alcoholcontrole even zijn werk doen. Nou, die is te veel. Hebben we al gezien. En ze heeft ook nog eens cocaïne gehad. Dus, je mag uitstappen. Driver... Ik ben aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol en drugs. Niet te antwoorden verplicht. Recht op een advocaat. Kunt u dit niet veroorloven, krijgt u er eentje toegewezen van ons. Heeft u begrepen wat ik zojuist heb gezegd? Ik denk het wel. Mike, dat lijkt me ook niet helemaal. Ga je een transportje naar uw huis, hè? Dit zijn denk ik parkeerplekken, of juist niet. Maar hier staat valid parking, valid parking. Dus ik ga hem daar neerzetten, mevrouw. Dan mag u hem ook ophalen als u weer nuchter bent en vrij. Oeh, snel autootje.
Dus hier, heel mooi. Lichten staan aan, gaan vanzelf uit, begrijp ik. Eerste prio 1 melden van vandaag. Een arson. Oftewel een brandstichter. Links vrij, rechts vrij. Rechts vrij, ja. Vrij. Er komt een boom, niet schrikken. Ik rij iets verder. Hallo, vertel. One of your wife is a female wearing in that direction. I think she carrying a molotov. Oké. Okay. Een redelijk gevaarlijke verdachte dus. Een verdachte met een molotov cocktail rent in deze richting. De eerste persoon die we zien rennen, daar zo. Staan blijven. Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We've got an officer requiring assistance. Staan blijven. Je wordt getaced. Stoppen. Molotov op de grond leggen. Ja. Een aangehouden verbrandstichting. Niet de antwoord verplicht. Ik heb de molotov, oké. Je wordt meteen opgehaald door mijn collega. Zo. Beste. Brandweer rond het daar af, wij ronden het hier af. Of we hebben het hier afgerond, dus wij zijn weer vrij. Kogelerend vest aangedaan voor een persoon met een vuurwapen. Zou een vrouw zijn, een verdachte met een vuurwapen. Blauw gaat uit. Ik zie niemand. Geen vrouw. Is gevaarlijk, hè? Oeh, dat is geen vrouw. Stond er female of male? Dat is een taser. Wapen laten vallen, politie. Wapen laten vallen bij elke verdachte beweging wordt niet zo laten vallen. Dan kunnen ze afgaan. Elke verdachte beweging wordt er onmiddellijk geschoten. Hand weg bij het vuurwapen. Oké, okay, ik ben aangehouden. C, alles veilig onder controle. Dus eenmaal aanhouding. Nou. Ik ga maar eens wat weapons removen, want ja, deze hoeven we niet. Weapons. Remove current weapon. Current weapon. Zo. Kogel weer aan het vest, kan wel uit. Zo. Ja, meteen maar verder naar een verdacht voertuig die zich hier zou bevinden in de buurt voor gevaarlijk rijgedrag. Zo, we gaan eens kijken wat hier allemaal uitspookt hier. We rijden nu ongeveer parallel met hem.
links, vrij. Oh, een bochtje wat te ruim genomen. Nou, dit zou moeten zijn. Rijden maar liefst. 10 km per uur, hij rijdt iemand aan. Nou, stop niet. Zij uit de volging, hier een stopteken. 1202 OC, we komen eraan. Let op die meneer, oeh, oeh. Uitstappen. Schoten gelost. Dekking zoeken, dekking zoeken, dekking zoeken, dekking zoeken. Oh. Komt hij naar achter me? 1202 OC, we komen eraan. 1202 OC, we komen eraan. Hij laden. Busje, busje kleren. Wapen. Leeg, oké. Wapens bergen. Nou, stap de adem begon te schieten. Na een paar schoten te lossen door zijn raam en mijn raam... wist ik, nou dan komen we nog even aan, zo van, nou, of hij, nou hun, nee toch hun. Wist ik toch nog weg te kunnen rennen, ik ben wel in mijn hand en mijn arm geraakt. Nou, dan kunnen we altijd even een ambitje voor vragen voor mij dan. Voor de rest lijkt het rustig. En laat het even zo staan voor het geval dat... Zo, de weg is hier afgezet. Ambu is aanrijdend. En aan die kant ga ik ook de weg even afzetten. Attention unit 6, all 20. Citizens reporting a disturbance. Rijdt u alsjeblieft prio 2. Nou, op het moment dat de ambu dan komt, dan kunnen we... Dan kunnen we het weer snel openmaken voor ze. 1202 OC, we komen eraan. Daar heb ik hem allemaal geraakt. Twee keer vol in de borst, drie keer vol in de borst, één keer daar zo. Maar zoals je ziet in mijn arm ben ik ook geraakt. Veel bloed verloren. In zijn vinger heb ik hem zelfs nog geraakt. Lekker. Toch? Ik hoorde allemaal al komen. We wachten even. Ik kan natuurlijk niet zomaar weggaan met twee schotwondjes. Maar wat ik begreep kunnen we het wel even snel hier fixen. Dat is de ambu toch. Ze moeten toch nog wat doorrijden. Dan ga ik even snel die J. Mijn Ctrl J weer. En hier. En hier nog één. Dan kunnen ze in ieder geval doorrijden. Kijk, op 1, 2, hoppakee, arm weer helemaal schoon. Busje opgeruimd, of ja, weggesleept. En... No, this one's gone.
En we gaan een lijkschouwer vragen. Ja, ja, ja. Oh. Deze melding is ten einde. Goed werk. Die zijn gelukkig altijd lekker snel te plaatsen. Oftewel nu. Nou, en wij gaan door. Tijdens het wachten op de ambu, et cetera, kregen we een paar meldingen. Er was een dronken bestuurder aan het rondracen hier zo. Daar gaan ze zo meteen schieten. En wat was er nog? Iemand die een contactverbod had genegeerd. Dat krijgen we nu weer. Dus we zullen eens kijken. Hier zou iemand moeten staan, daar zo. Help! Ja, ja. Please, officer. Ja, ja. Listen, there's this guy. I have a restraining order against him. He was literally just here. I just saw him. Listen, you need to get him out of here. Oké. Please, can you help me? Ja. Hoe ziet hij uit? Citizens reporting average Caucasian male, blonde hair, dark shirt, dark pants, light sneakers. Remain in the area. ATL 20 on suspect. Hoi, blijf staan. Hallo. Dit was hem toch, hè? Ja. Toch? Ja. Hallo. Ik praat tegen je. Blijf staan. Ik wil jou die zien. Goed, handen laten zien waar ik ze kan zien. Ik wil jou ID. Goed. Ik ben deze aangehouden. Voor het... niet houden van het contact, niet aan de regels houden van het contactverbod en je wordt nog gezocht door ons. Dus twee vliegen in één klap. Voorwerp waar die je bij mag hebben, ga je fouilleren. Dat hebben we met andere verdachten vergeten. Kijk eens aan, een vuurwapen. Shaved keys. Ik weet niet wat dat in kan houden. En draadjes knipper, dus misschien allemaal gereedschap voor een autodiefstal. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. We have a bank heist in downtown Vinewood.
Attention all units. Citizens report. Nee, dat is een verdacht voertuig op de... op het vliegveld, dat is dan voor de Kamar. Daar ga ik niet mij mee bezighouden. 1201 RT 1201. One Lincoln 18. We have an officer in need of assistance in Davis. Melding, verkeerscontrole, assistentie gevraagd door een tweede eenheid. Die zag mij niet. Met een motor hier zo. Twee Volvo's, hoe is het mogelijk, gek? Nope. Collega, hoi. Vertel. Wat doe je slag? Ik was zo fucking snel, hey back. I guess you had to finish the donut. Oké, lekker vriendelijk. Ja, een uitzending want. Who's going? Who's going in Gunvas, you or I? Oké, ga maar. Ik ga je coveren. Politie, je bent aangehouden. Bij elke verdachte beweging wordt er onmiddellijk geschoten. Mijn collega gaat naar je toe. Handen laten zien. Hij heeft een vest om, hij heeft een vest om. Dekking zoeken. Wapen laten vallen. Niet opstaan. Gewoon liggen blijven. U kunt uw weg vervolgen. We are code 4. No further units required. 41 is dat je bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. Medical aid requested. In Davis, units reporting a civilian shot. Ben ik weer geraakt? Ja, hij is me weer geraakt. Respond code 3. Nou, hij wou niet luisteren. Ambu is aanrijdend. Hij had wel een kogel weer aan het vest staan. Want je zag gewoon toen ik hem hier een paar keer inschoot dat er geen bloed kwam, maar een beetje zo'n grijzig spul. En dat is voor mij een teken tot hij tot hij wel geraakt werd, maar tot hij niet in het lichaam kwam. Nou, als jij je schrijner nou gewoon uitzet. Ambu is er bijna. Jij lost het met de ambulance blijkbaar. Doei. En we gaan langzaam door naar de laatste melding. Is weer mooi geweest voor vandaag. Ik hoop dat jullie het tot nu toe leuk vonden. En we gaan eens kijken. Oh, dus. Jij rijdt zonder licht. Een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. We have a car on fire in Davis. Respond code 3. Oh. Nu heeft hij zijn licht aan. Toch? Ja. Nou, we gaan even een ander plekje zoeken. Deze melding is ten einde. Stel hij wilt er nu vandoor, ben ik sneller daar naartoe dan... Hallo. Ja, why are your lights off? It's not that dark, is it? Jawel, eigenlijk wel. Ik wil graag een rijbewijs zien. Krijg je een bekeuring voor. Oké. Goed meneer, het volgende mag even uitstappen. U wordt nog gezocht namelijk, ik kan niet zien waarvoor. Ik wil je handen waar ik ze kan zien, geen rare bewegingen maken. Voor mijn veiligheid ga ik je nu boeien. Dat kan ik niet. Goed, wil je niet meewerken of
Ik ga even de taser gebruiken. Ik kan even niet anders om hem nu wel aan te houden. Dus hij gaat liggen. En met deze aangehouden. Hoi. Wat kom jij doen? Wat zie jij? Nee, ik maak geen grapje. Transport hier naartoe OC. En dan ga ik iedereen bedanken voor het kijken. Shoutout dus naar de maker van de Volvo V50. En voor de rest ik zie jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video. Zoals altijd. Wim heeft wel hele grote ogen nu. Nou, boeiend. Tot de volgende. Doei.